السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. بس انا مو تيف سنالي انا كوفي انا كلا معك انا مين ان بيكر ان كابتشينو ايخلك انا موت فلوسو وانت اتس بينا تاني تخبيركة يلا اتوا ديزا انا بينا كلاريس من الابسخابي من الملك ويري كيلو ايش لاتي زين بس مانسا انا لس دي سيرو اللي استات اونلاين ياي نوش يكون هون لات كنال خان خاو ايف درايه مويس كايكي دي كولي تايتشو Dus eventjes volgen, les 22 staat online, jalla. Eventjes een mooi moment voor wat ochtendwijsheden. Nou, beste mensen, ten eerste, dit is mijn rechterhand. Voordat ik zo meteen comments krijg, spiegelbeeld broeder, wel met de rechterlinker. En ik zeg, bismillah. Dus dat klopt in ieder geval. Op een rode duimpje zo meteen ganzen, een stukje verderop. En die ganzen, subhanallah, ze merk je aangevallen, man. Ik wil hard gaan redden voor mijn leven. Van hier aan het water zitten ze normaal gesproken. Maar nu zie ik ze eventjes niet. Ze hebben dus ook gewoon een nestje. En zit gewoon Allah mijn bijrik. Allah subhanahu wa ta'ala de schepping heeft geschapen om hun kinderen te beschermen. Maar nu even zonder grap. Ik moet zo meteen eens weer naar Taqiyuddin. Ik heb gewoon een les vanavond. Ik moet de pagina klaarmaken. Dus dit is de manier waarop ik leer. Ik neem altijd een audiobestand op als ik bij hem ben. De nieuwe pagina. En dat lees ik de hele week de hele pagina dan. Of ik luister de hele week de pagina. Ik heb gewoon mijn AirPods in. Sorry voor het lelijke shot, maar oké. Anyways. Dus dan druk ik gewoon op play en dan lees ik mee. Bismillah. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا We zijn weer terug hoor. Laten we maar gaan werken dan. Moet eens kijken, ik kom net binnen. Ik heb wat van pijnhoop hier het is joh. Wie mag dit gaan fixen? De beste afwasser van Nederland. Met mijn gewoon skills. Het was chaos. Het is nog voor mij kapot akkoord om te vloggen waar andere mensen bij staan. Ik voel me echt. Ook al zie ik hun gezichten niet eens, ik voel me zwaar bekeken. Anyways, iemand die vroeg mij: hey Mohammed, hoe bid je eigenlijk op werk? Nou, als je op Schiphol werkt, is er achter de douane gewoon een gebedsruimte. En een stilte ruimte, dus ook andere mensen kunnen daar ook gewoon tot rust komen. Ze hebben het echt heel mooi ingericht en ik laat je even zien waar die is. Daar heb je de Starbucks. Helemaal hier rechtdoor heb je de McDonald's. En als je hier dan loopt, en we zijn op de tweede etage in lounge 2, heb je de gebedsruimte. Allah, wat een zegening gewoon. Dit kan gewoon in Nederland, je kan lekker tot rust komen. Ook voor alle reizigers. Wat een ni'ma. Ik weet alleen niet of ik hier binnen kan filmen. Je weet in ieder geval dat hier de gebedsruimte zit. Je kan hier dan je schoenen kwijt. En als je daar naar binnen loopt, dan kom je daar terecht en dan kan je gewoon rustig bidden. Bismillah, bismillah. Misschien halen we hem wel. Hoi! Alhamdulillah. Over een paar minuten staat Taqiyuddin weer voor de stoep. Dus we gaan weer naar zijn huis. Koran leren deze week. En ik heb de pagina niet echt goed voorbereid. Ik ga eerlijk met je zijn. Dit hele nieuwe ritme met school en met werk. En natuurlijk die lezingen iedere maandagavond beginnen we toch een beetje te killen. En in de zomer hadden we toch wat meer tijd. Dus ja. Hopelijk heb ik niet zijn tijd verspild. Ja hoor, en Taqi staat weer beneden. Kijk daar, hij pull-up meteen voor de deur. Masha'Allah. Assalamu alaikum. كيف حالك؟ مرحبا ما شاء الله. أهلا وسهلا شيخنا. الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. ما شاء الله يستر. خذ أدمى. شكرا. يا خنا حس من الشيخ توخ. تبارك الله. لبست جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا إن شاء الله. أوكي ترجم. لبست جديدا. دس يبتني وخذ كليت وعشت سعيدا. ik vraag Allah om dus dat jij vrolijk gelukkig leeft. We moeten shahiden. En inshallah zul je ook als shahid sterven, inshallah. Allahu Akbar, dat is toch prachtig. Shamsuddin is ook... Ayub is erbij, hè? Okay, ja. Nee joh, Ayub is back. We hebben nog niet gegeten daarom. Hij is net
Om te beklitten. Dan gaan we tweede keer eten vandaag. Heb je al gegeten? Ja. Oké, okay, mooi. Alhamdulillah. Marhaba. Naar aanleiding van het programma van Nieuwsuur gericht op radicalisering zijn Taqiyuddin en ik bezig met het plannen van de lessen van maandagavond over het leven van de profeet, vrede zij met hem. En hier roei je een klein beetje over onze planning. Zonder liefde. Maar hoe wil je, snap je? Snap je? De islam is rationeel. Het is niet onlogisch. Waar zijn we nu bij Sira? Rasulullah gaat volgende salasem, inshallah ta'ala, binnen in Medina. Ja. Wat doet hij? Ziet hij de Jehoed als allereerst als vijand? Hij is zelfs potentiële bondgenoot. Hij ziet de hele gemeenschap in Medina als een gemeenschap die zichzelf samen moet werken en die verantwoordelijk is juist en elkaar default moet helpen de default is niet de mindset of harp, oorlog, dit dat. De default is wij zijn in de samenleving juist verantwoordelijk samenwerken, exactly. Dus als je dit erin ramt, dit op dat punt erin ramt bij die mensen, is het onmogelijk dat er zo met iemand naar je toe komt en zegt of waar sowieso Adullah wa Rasuli wa Jama'i. Kan niet, onmogelijk. Deze week in het huis van Taqiyuddin. Leg eens even uit, wat hebben we hier? Sladder. Sladder? Sladder, sahibi. Sladder, wat wordt klaar? En dat dan? Stila. Kip stila. Alam tara anna arsalna shayateen ala al kafirin ta'uzzuhum azza. Nog een keer. Alam tara anna. Ik wil dat je Ik wil het niet. Alam tara, alam tara, alam tara, alam tara. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا نلوح إندي En dat is ook shayatin. Shayatin. Ja, en niet shayatin. Shayatin, juist. Alam tara anna arsalna shayatin ala al kafirin ta'uzzuhum azza. Geweldig, mashallah. En dan is het volgende. Fala ta'ajal. Fala ta'ajal alayhim in. Goed. Allemaal goed. Fala ta'ajal alayhim innama. Na'uddu lahum adda. Haast je niet tegenover ze, want wij tellen voor hun af. Na'uddu lahum adda. Allah, ik schrik gewoon van de woede van Allah deze vers gewoon. Innama na'uddu, wij tellen, lahum adda. Dus wij tellen voor hun talent af ofzo, ik weet niet hoe je dat. فلا تعجل عليهم إنما لعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Goed zo. Ik word door Shamsuddin, a.k.a. coureur, naar huis gereden gewoon vandaag. Wijsheid. Huh? Heb je wijsheid? Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Net toen Amr ibn al-As moslim was geworden, gelijk een week of twee jaar later, heeft hij hem gelijk een leger laten leiden. Marek het de salas was. Dus en bekeerling na twee weken moet de leger leiden. Gelijk, ja. Amr ibn al-As was een van de meest slimme Arabieren die er... Ja, een van de meest slimme Sahaba die er waren. Broer, je mag volgens mij niet zo hard rijden hier, maar oké. Ja, klopt. Ik rijd gewoon te hard. Ik ben weggeraakt. Maar oké. Sayyidina Amr ibn al-As, die dacht dus bij zichzelf. Weet je, als de profeet mij zo'n positie heeft gegeven, Sahaba, hij houdt zoveel van mij. Dus weet je wat, ik ga even naar hem toe. Yeah. En ik ga hem vragen. Ja, Rasulallah. Yeah. Wie is degene waar u het meest van houdt? Hij dacht van, ja, weet toch, hij gaat vast wel. Ik sta vast wel, als hij niet op één, dan sta ik wel op twee of drie. Yeah. Dus de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die geeft hem antwoord en hij zegt, ja, degene waar ik het meest van hou is Aisha. Dat was een beetje awkward. Kan ik zo dom zijn om dat te vragen? Nee, ik bedoel van mannen. Hij zegt, ja, haar vader. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is een levende Koran, of een lopende Koran, een levend voorbeeld van hoe dat eigenlijk zou moeten kunnen. Dat is een andere les. Ja. Nog iets anders is dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hij schaamt zich niet om te zeggen dat hij van zijn vrouw houdt. En dat zij de nummer 1 is in zijn leven.
er is helemaal geen schaamte daarin. Nee, subhanallah. Dus eigenlijk als je vrouw belt moet je gewoon zeggen, habibti, hubbi. Nee, yani, ik heb het eigenlijk over iets explicieters dan dat. Wat dan? Hem wordt gevraagd van wie hou jij het meest? Ja, van mijn vrouw. Ja, nee, het is external showing. Externally. Ja, gewoon show it. Er is helemaal niks mis mee, subhanallah. Ja, ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Je noemt het brownie points, hè? Broer, ik heb het meegemaakt dat mensen zich schamen van de naam van hun vrouw. Dus ze durven gewoon niet te zeggen dat mijn vrouw... Kom mijn vrouw. Mijn vrouw heet Hafida of Khadija of Fatima of weet ik wat. Durven ze niet te zeggen. Waarom? Ik meen het. Ja, schandikje per se weet de naam van mijn vrouw. Hoezo? Ik meen het gewoon. Wat gaat de naam van jou doen? Ja, nee, het was in zo'n situatie. Ik was aan het werk en ik moest deze persoon in kwestie... zeg maar, hij had dan iets niet op zijn naam, maar op naam van zijn vrouw. Ik vroeg hem zo van, ja, oké, wat is de naam van die vrouw? Hij begon te trippen, hij wist niet wat hij even moest zeggen. het is apart. Kijk, ik snap het natuurlijk waar het vandaan komt enzovoort. Lekker, je leert hier heel veel dingen van. Yo. Voor je deur, precies voor je deur afgezet. Ja, dat is wel luxe man, ik zeg wel eerlijk. Gewoon echt privé taxi. Yalla, assalamu alaikum. Ik krijg niet eens betaald. Yalla, ik heb betaald hasanat bij Allah. Ja, Rabbi, inshallah. Assalamu alaikum beste mensen, leuk dat jullie keken naar de vlog van mijn broer. Vergeet hem niet te supporten, te liken, te commenten en te abonneren. Show me love en dan zie ik jullie bij de volgende keer. Assalamu alaikum.